dan heb ik deze. Voor mij is de luchtvochtigheid raar of zo, want ik krijg al mijn post niet open. Goedemorgen, het is vrijdag en ik ben al even wakker. Ik werd heel vroeg uit mijn bed gebeld. Sarah lag echt nog te slapen en normaal is Sarah altijd eerder wakker. Ik was een beetje wakker, ik hoor niet een beetje praten. Ja. Sarah is nog bezig met huiswerk, die zit nu op school en ik ben aangekleed. En het wordt vandaag de warmste dag van de week, dus ik heb deze leuke jurk aan van Mango. En die heeft best wel hoge splitten. Ja, dat wel. En hoge laarzen van Geox. En ik heb vanochtend al wel wat dingetjes gedaan, strijken, alles. Het is nu einde van de ochtend. Ik ga zo even een stukje snoeien in de tuin. Want we hebben een hele grote struik en die wil ik echt gehalveerd hebben. Dus toen dacht ik, laat ik dat in de, op de warmste dag van deze week doen. Want hierna wordt het slechter. Dus dat ga ik zo even doen. En ja, ik ga nog even wat dingetjes van de cake bakken vandaag en alles. Dus zo, Skoola, kom even binnen. Ik ga dat eerst doen, zodat dat af is. We moeten eigenlijk nog even de deur uit. Dus dat wil ik allemaal op tijd gedaan hebben. Nou, een stukje gesnoeid. Alleen heb ik een stuk waar ik er gewoon niet bij kan in mijn eentje. In ieder geval, ik krijg het omlaag met twee handen. Maar ja, knippen als je al twee handen daarvoor gebruikt, dat is een beetje lastig. Ik heb wel even los. Even kijken wat er in deze zit. Dat ik niet open wil. En dat is. Oh ja. Dit had ik besteld. Dit is een leuk proefpakketje van Biotherm. Red Algue Uplift of zo. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Voor een gehydrateerde, liftende en stralende huid. En dan heb je allemaal monstertjes. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4. Dus ik ben heel benieuwd. Oh hier, kijk, dag 5, dag 6, dag 7, dag 8. Dus die ga ik eens proberen. En is het nou dag of nacht? Volgens mij beide. Nou, die gaan we dus eens proberen. En dan gaan we eens kijken wat... Oh, ik ga kijken, schat. Gedaan, en hiermee kan je 2 seconden nog. Met deze kaart die zit erbij. Daarmee kan je scannen en dan krijg je uitleg hoe je het moet doen. En dan heb ik deze. Voor mij is de luchtvochtigheid raar of zo, want ik krijg al mijn post niet open. Nou, wat een gegogel met post. Even kijken. Oh ja, die kon ik krijgen. Echt super leuk. Een nieuw paspoorthoesje. Ik vind hem echt heel cool. Hij heeft een beetje een marmer look. Kijk of je het zo ziet. Want ik had een paspoorthoesje. Maar die is op en toen kon ik deze krijgen. Dus helemaal geweldig. Nou, deze kan van de lijst. Nu, ze heeft me even geholpen. Niep, weg. Zo vervelend. Dan wil je dus gaan rijden. En dan staat er een auto midden op straat voor je parkeervak. Terwijl als die een meter naar achter zou staan, dan zou die langs de stoep staan waar geen parkeervakken zijn. Echt. Sommige mensen. Alleen met zichzelf bezig. Oh, hij gaat. We stonden al even. Dus. Jaan! Eindelijk! Yay! En wij hebben ondertussen lekker cake! En dan gaan we na het eten. Dan is die goed afgekoeld. En dan met jam. Ik heb alleen geen slagroom. Met jam en slagroom is het allerlekkerst. Maar met jam trouwens die ook. Nee, die hebben we niet. Die is al lang op. Dus ik ga nu verder in de keuken. Ik ga bami maken. Sarah ligt lekker te slapen. En ik ga de eerste plak cake nemen. Want dat lukte niet meer na het eten. En hij zit nog in de vorm. Maar dat was even makkelijker te bewaren. Even kijken. Oh.
In plaats van dat ik hem nou snij aan de kant waar hij ruimte heeft, snij ik hem aan de kant waar hij geen ruimte heeft in de vorm. Echt super slim weer voor mezelf. Zo. Dan kan ik hem er misschien een beetje normaal uithalen. Oh, een hele dikke plak gesneden. Maar die ga ik in tweeën en dan jam erop. Oh, zo lekker! Oh, zo lekker dit. Ik ben gezellig met Denise. En we spelen Rummy Cup. En dat vind ik heel erg leuk. Dat wordt vroeger altijd. Alleen zij. Jij ook. Oké. Okay. Of niet? Jawel. Oh. Dus, maar ik vind het leuk dat ik met jou Rummy Cup speel. Dus het was heel lief om. Ja, dat vind ik toch. Heel lief om. Ja, echt. Weer even gezellig. Ik ben nu de boel aan het afsluiten en dan ga ik weer lekker slapen. Dus ik wil je weer bedanken voor het kijken. Als je niet geabonneerd bent, even een lampje op mijn camera. Ik was de verwarming aan het uitzetten. Ben je niet geabonneerd, klik je om even op abonneren. Vind ik helemaal leuk. As you know. En dan zie ik je morgen hopelijk weer. Doei doei!